We gaan richting de Klingendaalbocht in de laatste ronde van de Gouden Zweep van 2022. Met Cosmos Renka voor Jan Rits als koploper 1 en de kwartling te voordeel. Op in tweede stelling Carola. Kimberly Swish die ligt nog altijd derde. De paarden van het eerste startvak liggen nog altijd op de eerste drie plaatsen. Maar Hambo Transer die heeft de handicap van 50 meter al goed gemaakt. En die ligt vierde. Drievoudig Gouden Zweepwinnaar Dirk en Boko die wil aan de bak. En aan de binnenzijde van Dirk en Boko zien we dan Hindi Eikant Irish Steel. Die volgt in de start van het veld, wanneer we op 700 meter van huis zitten, iets minder. In de Gouden Zweep, voorbij het laantje van Jochems, met als koploper nog altijd Cosmos Renka, die heeft zijn lot in eigen handen en een lengtevoordeel op Carola. Aan de binnenkant is de wens van Kimberly Swish om vrije baan te creëren. Daar is Dirk en Boko, ze hebben hem nog altijd niet verteld dat het onmogelijk is om dit te doen en dus slijpt hij de messen aan de buitenkant van Cosmos Renka, die wimpelt met de witte vlag en Carola is de nieuwe leider geworden, de 12-jarige Dirk en Boko, die neemt de handschoen op in tweede stelling. Duindicht is klaar om te ontploffen met aan de buitenzijde Hambo Transer die dichterbij komt. Carola en aan de kort is het Cosmos Renka die bijgetankt heeft. En we naderen een thriller van de Gouden Zweep. Cosmos Renka aan de binnenzijde en helemaal buitenom Kimberly Swish. En de wens van Kimberly die gaat waarheid worden. En de droom van Kees Kamminga om de Gouden Zweep te winnen die is een werkelijkheid geworden. Kimberly Swish die wint de Gouden Zweep 2022 voor Dirk en Boko die een prachtige tweede is. Aan de kort Cosmos Renka als derde. Hambo Transer met die grote handicap als vierde. Als vijfde Carola. Irish Steel als zesde. Hindi hij kan volgen als zevende. Maar de winnaar van de Gouden Zweep 2022 is Kimberly Swish met in de Suzuki Kees Kamminga. De vijfjarige Mary, een fokproduct van tweevoudig Prix d'Amérique winnaar Offshore Dream. Die wint een van de mooiste koersen van Nederland. En dat deed ze in een fantastische mooie stijl. Gouden Zweep 2022 voor Kees Kamminga, dankzij Kimberly's Wish. Komen ze aan, dames en heren, de voorlopige winnaars van de Gouden Zweep. Kimberly's Wish en Kees Kamminga, ze slaan hier genadeloos toe. Vangen Kees gelijk even op, Kees. Je was er blij mee. Ja, zeker. Voor mijn nieuwe werkgever natuurlijk. En voor Peter Delis en Bas, fantastisch. Ik zeg Edi Kellers, voel Mariette, vergeet ik nog wat? Nee, dat heb je goed. Een aantal plaatsgelden en nou ja, klaar. Het is, deze kan ik weer heel mooi aan toevoegen. Ja, want dat was voor de euro. Ja, zeker. Dit is in de euro-treinperk, Rogier. Ja. Hey, wat ging... Kees? Daar gaan we, Kees. Hey, wat ging hier goed? Ja, heel sterk. Hij traint al heel sterk en... Bas zegt van kijk zelf maar wat je doet en nou ja, het is het klasse van het paard die je doet. Okay. Ik kreeg een hele mooie rit in principe, dus bedankt, ik kon net op tijd eruit en alles paste. Heerlijk. Goed, Kees Kamminga, dames en heren, hij meldt zich hier voor de grote tribune, ontvangt een zierdeken, beschikbaar gesteld door de Stichting Nederlandse Draf en Rensport. We hebben een krans. Daarmee komt John van hier op naar voren, hij gaat eens even kijken of dat wil werken bij Kimberly Swish. Paul Mulder is er namens de Stichting Nederlandse Draf en Rensport. Hij assisteert bij het omhangen van de sierdeken. De zweep wordt nu door Daan Koman overhandigd aan de baron van Tuil van Zeerooskerke. En hij gaat naar Kees Kamminga om in het nieuwe millennium die zweep nog een keer aan Kees te overhandigen. Kees die hem natuurlijk won met Full Mariette en Edi Kellers achter elkaar. En nu dus een alfabet verder met deze geweldige Kimberly's Wish. En dan vraag ik uw aandacht, dames en heren, voor het Nederlandse volkslied, het Wilhelmus. Wat een mooi moment voor Kees Kamminga, Kimberly Swish, Fokker Kloosterman, Stal PD en Bas Krewas. Winnaars van een klassieker hier op de Rembaan Duindicht. De draverij om de Gouden Zweep. Kees Kamminga gaat met de Gouden Zweep zo dadelijk de ereronde rijden. Daarna komt hij terug, zal hij de zweep teruggeven. En die wordt dan weer ja, opgeborgen in de kluis. Want het is toch wel een kleinood met grote waarde. En komt zo dadelijk ook aan u voorbij. Geweldig dat u in grote getale Gouden Zweepdag bezoekt. En geef deze draver alle eer een fantastische merrie. En dat is Kimberly Swish, Kees Kamminga, Gouden Zweep 2022. Officieel, officieel.
just like the Sunday morning light. I just don't wanna miss the night away. With senoritas nuggets. Komen ze nog een keer, dames en heren, geweldige winnaars Kimberly Swish, Kees Kamminga. Start vrij. De gouden zweep. Paarden zijn ter hoogte van de startvakken. Verlaten het heilige gras van Duindicht, waarvan er straks daar eentje zal op terugkeren om gehuldigd te worden. De start zal genomen worden. Nieuwe startpoging. Even opnieuw verzamelen. Hambo Transer, die heeft de makkelijkste opdracht in één zin verteld. Hij moet ze allemaal passeren. Rick Wester. Is dit haalbaar voor Hambo Transer? En welke kilometertijd moet er dan uit de bus komen om dit te doen tegen die jeugdige talenten? Tweede startpoging voor de Gouden Zweep. En de start is gevallen voor de Gouden Zweep van 2022. Een van de absolute hoogtepunten van het Nederlands drafseizoen. En Cosmos Renka is het best vertrokken. Carola die kan zich meteen in tweede positie nestelen. Met op de derde plek Kimberly Swish. Van op het tweede startvak is drievoudig Gouden Zweepwinnaar Dirk Mboko dan het best vertrokken. En die leidt momenteel als eerste de achtervolging in. Die wordt gevolgd door Hindi Heikant met Irish Steel dan op de zesde plek. En in zevende positie hebben we dan de Derby winnaar Let It Be VP en Hambo Transer die heeft aansluiting weten te vinden in de staat van het peloton. We komen voor de eerste maal de bocht uit en dat doen we onder het leiderschap van Cosmos Renka. Die leidt de dans met een lengtevoordeel op in tweede stelling Carola. Een lengte daarachter met de rode oortjes hebben we Kimberly Swish. Dan een kloofje van een viertal lengte tot bij Dirk Mboko. Verder weg zien we dan Hindi Heikant en achter de rug van Ruud Pols kan Finn Verkijk aansluiten met Irish Steel. En achter Irish Steel volgt dan Let It Be VP en Hambo Transer die sluit aan het achtdelig peloton, wanneer er ze allemaal in hetzelfde spoor in de Hanzepas richting de landscheidingsbocht aan het draven zijn. Onder het leiderschap van de driverskampioen van 2021 in Nederland, Jaap van Rijn met Cosmos Renka. Tempo is rustig, iedereen kan makkelijk volgen. In tweede stelling volgt dan Carola. En achter Carola hebben we dan Kimberly Swish. Dirk Mboko die ligt dan op de vierde plek en Let It Be VP is de eerste die de richtingsaanwijzer uitsteekt en in het tweede spoor ten aanval trekt. Polga hoort u tevens het koppelingspedaaltje van Let It Be VP in. Schakelt nog niet in de hoogste turboversnelling, maar wel al richting vierde. En Let It Be VP die mistrapt zich. Let It Be VP die mistrapt zich, waardoor Hambo Transer met de neus in de wind komt te liggen. En Let It Be VP is uitgeschakeld. Wat doodjammer is voor de koers. Maar Cosmos Renka die glimlacht in het vuistje. We gaan richting de Klingendaalbocht in de laatste ronde van de Gouden Zweep van 2022. Met Cosmos Renka voor Jan Rits als kop. Loper 1 en de kwart lengte voordeel op in tweede stelling Carola. Kimberly Swish die ligt nog altijd derde. De paarden van het eerste startvak liggen nog altijd op de eerste drie plaatsen. Maar Hambo Transer die heeft de handicap van 50 meter al goed gemaakt. En die ligt vierde. Drievoudig Gouden Zweepwinnaar Dirk Mboko die wil aan de bak. En aan de binnenzijde van Dirk Mboko zien we dan Hindi Heikant Irish Steel. Die volgt in de start van het veld wanneer we op 700 meter van huis zitten. Iets minder.
In de houten zweep, voorbij het laantje van Jochems. Met als koploper nog altijd Cosmos Renka. Die heeft zijn lot in eigen handen. En een lengtevoordeel op Carola. Aan de binnenkant is de wens van Kimberly's Wish om vrije baan te creëren. Daar is Dirk en Boko. Ze hebben hem nog altijd niet verteld dat het onmogelijk is om dit te doen. En dus slijpt hij de messen aan de buitenkant van Cosmos Renka. Die wimpelt met de witte vlag. En Carola is de nieuwe leider geworden. De 12-jarige Dirk en Boko. Die neemt de handschoen op in tweede stelling. Duindicht is klaar om te ontploffen met aan de buitenzijde Hambo Transer die dichterbij komt. Carola en aan de kort is het Cosmos Renka die bijgetankt heeft. En we naderen een thriller van de gouden zweep. Cosmos Renka aan de binnenzijde en helemaal buitenom Kimberly's Wish. En de wens van Kimberly die gaat waarheid worden. En de droom van Kees Kamminga om de gouden zweep te winnen die is een werkelijkheid geworden. Kimberly's Wish die wint de gouden zweep 2022 voor Dirk en Boko die een prachtige tweede is. Aan de kort Cosmos Renka als derde. Hambo Transer met die grote handicap als vierde. Als vijfde Carola. Irish Steel als zesde. Hindi hij kon volgende als zevende. Maar de winnaar van de Gouden Zweep 2022 is Kimberly's Wish met in de Suzuki Case Coming Up. De vijfjarige Mary, een fokproduct van tweevoudig Prix d'Amérique winnaar Offshore Dream. Die wint een van de mooiste koersen van Nederland. En dat deed ze in een fantastische mooie stijl. Gouden Zweep 2022 voor Kees Kamminga dankzij Kimberly's Wish.